Deze video gaat niet over aandelen kopen via eToro, maar juist over aandelen van eToro kopen. Want eToro gaat binnenkort door middel van een SPAC naar de beurs en wordt dus een publiek openbaar bedrijf waar jij en ik ook aandelen van kunnen kopen. En in deze video gaan we ook kijken naar de cijfers van eToro en de plannen voor de toekomst om te zien of het mogelijk dus een interessante investering is. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. SPACs waren vorig jaar heel erg populair en ik denk dat het ook dit jaar zo zal blijven. En binnenkort zit er dus weer eentje aan te komen, want op die manier gaat eToro naar de beurs. Maar voordat we daarmee gaan kijken naar eToro, even kort terug gaan kijken naar wat is nou een SPAC. SPAC is een afkorting voor Special Purpose Acquisition Company. En dat houdt eigenlijk in dat het een lege vennootschap is met een beursnotering die door middel van een overname eigenlijk een privébedrijf overneemt en op die manier dus zonder de traditionele beursgang een bedrijf naar de beurs brengt. Dat is vaak sneller en goedkoper en zeker nu heel erg interessant, of eigenlijk de laatste jaren heel erg interessant. Zeker nu ook beursgangen en SPACs heel erg populair zijn. En in deze grafiek die ik tegenkwam op de website van De Giro zien we het percentage van SPACs ten opzichte van het totaal aantal nieuwe bedrijven op de beurs. En we zien dat dat de laatste jaren al heel erg hard ging, maar zeker vorig jaar in 2020 echt enorm hard is gestegen. En het voordeel voor beleggers is dat je eigenlijk al vrij vroeg kunt instappen op zo'n aandeel, zelfs nog voordat bekend is geworden welk bedrijf ze gaan overnemen. Dus dat is eigenlijk al mogelijk, want vaak het is al beursgenoteerd en binnen 2 jaar zoeken ze een partner, zoeken ze een bedrijf om over te nemen, om dat zeg maar die positie, die beursnotering over te laten nemen. Dus je kunt er als belegger zijnde al vrij vroeg bij zijn. Er zijn natuurlijk ook nadelen daarvoor voor beleggers zijnde. Want zoals ik eerder al zei, je kunt er heel vroeg bij zijn, maar het hoeft nog niet zo te zijn dat je dan al weet welk bedrijf ze gaan overnemen. Dus je moet wel vertrouwen hebben in het team achter die SPAC die ze willen gaan regelen. Dat jij denkt van, oh, in het verleden hebben ze goede bedrijven gekozen. Dat zullen ze in de toekomst ook nog gaan doen. En een ander nadeel is dat bij een beursgang er heel veel informatie ingediend moet worden door het bedrijf. Al die informatie wordt openbaar, die kun je onderzoeken. Natuurlijk ook bij een SPAC worden er gegevens openbaar gemaakt, maar niet zoveel. Maar dat is dus wel het geval dat ze er zijn. Dus laten we ook vooral gaan kijken naar de gegevens vanuit eToro. Te beginnen met het persbericht, want in het persbericht wordt officieel aangekondigd dat eToro naar de beurs gaat via een SPAC met Fintech Acquisition Company 5, oftewel FTCV. En dit persbericht werd naar buiten gebracht op 16 maart 2021. Kijken we verder vooral naar de eToro presentatie. Want samen met het persbericht kwam er ook een presentatie. Heel veel interessante informatie, maar het is wel dus een presentatie vanuit het bedrijf waar ze eigenlijk het bedrijf natuurlijk willen verkopen, aan bijvoorbeeld aan jou. Nou, kijken we dan naar de cijfers van eToro. Dan was er $605 miljoen omzet in 2020, wat een groei is van 147%. Er zijn in totaal nu 18,7 miljoen accounts, waarvan er 1,2 miljoen ook daadwerkelijk geld hebben gestort. Het is namelijk mogelijk om met zeg maar nepgeld te oefenen voordat je ook echt met echt geld gaat beginnen. Kijken we naar de verdeling van de klanten over de wereld, dan zien we dat 69% in Europa zit. Dus dat is veruit de grootste markt. En ook de reden dat je al die irritante reclames onder mijn video's ziet. Want jij bent waarschijnlijk de persoon die ze willen bereiken op deze manier. Na Europa wordt dat gevolgd door Azië met 18%, Amerika met slechts 8% en uiteindelijk het Midden-Oosten en Afrika die zorgen voor de laatste 5%. Kijken we dan naar deze SPAC deal die er gaat komen. We zien een $650 miljoen PIPE investment. PIPE staat voor Private Investment in Public Equity. Dat houdt eigenlijk in dat investeerders investeren in een bedrijf tegen een koers die lager ligt dan de waarde per aandeel. En dat is dus eigenlijk een manier voor bedrijven om snel en makkelijk geld op te halen. We zien ook een waardering van 9,6 miljard voor eToro. Dat is bijna 10 keer de verwachte omzet voor 2022. En of dat nou veel is of weinig, daar gaan we straks nog even naar kijken. Rechts onderin zien we trouwens ook nog de verdeling van de aandelen. 90% blijft bij de huidige aandeelhouders. 6,2% gaat naar de PIPE-investeerders. 2,4% gaat naar de SPAC-aandeelhouders. En 0,8% gaat naar de mensen die deze SPAC promoten. Want dat is wel een beetje wat je vaak ziet. Een bekende naam gaat dan deze SPAC onder de aandacht brengen. Daar gaat de koers waarschijnlijk op omhoog. En als waardering, als betaling eigenlijk kun je het zien, worden zij betaald in aandelen in het bedrijf.
Kijken we dan naar het bedrijf eToro, dan is dat opgericht in 2007. In 2010 lanceerden ze hun social trading platform en CopyTrader. Social trading is waar ze zich eigenlijk op richten. Dat je eigenlijk kennis met elkaar gaat delen, dus met andere mensen op het platform. En CopyTrader is dat je mensen kunt volgen en vervolgens ook precies hun aankoop eigenlijk nadoet wanneer je zo iemand volgt. In 2013 werd Bitcoin toegevoegd aan het platform. In 2017 kwamen er smart portfolio's en werden er meer cryptocurrencies toegevoegd. Smart portfolio's, of volgens mij heet het nu copy portfolio's, zijn eigenlijk groepjes aandelen of andere beleggingen. Eigenlijk een soort van ETF zou je kunnen zeggen. En in 2019 kwamen ze ook nog met beleggen zonder commissie en breidden ze uit naar Amerika. Nou, wil je nu ook gaan beginnen met beleggen? Dat kan bijvoorbeeld via eToro vanwege de punten die ik zojuist besprak. Of via de Giro om andere redenen waarom dat juist interessant is. Onder de video vind je links om een account te openen bij beide van deze brokers. Een account openen is gratis, maar het helpt wel het kanaal. Dus dat waardeer ik enorm en het zorgt er ook voor dat ik in de toekomst meer van dit soort video's kan blijven maken. Geef ook even een duimpje omhoog om het kanaal te helpen. En als je meer video's wilt zien, zorg dan ook dat je geabonneerd bent op het kanaal. Gaan we vervolgens kijken naar de groei van het aantal gebruikers, de klanten eigenlijk van eToro. Want als we naar die groei gaan kijken, dan zien we dat het eigenlijk best wel hard gaat de laatste jaren. In 2020 kwamen er meer dan 5 miljoen accounts bij. En in de eerste maand van dit jaar wederom 1,2 miljoen accounts. Al zijn deze 18,7 miljoen accounts dus nog geen klanten met echt geld op eToro. Dat is dus een stuk lager. Dat zien we trouwens ook terugkomen in de cijfers dat het goed ging. Het aantal maandelijkse nieuwe gebruikers stijgt sterk. Al geeft natuurlijk 2021 wel een vertekend beeld, omdat heel veel mensen sowieso in januari beginnen, als ze juist een goede voornemens hebben. Dus laten wij ons vooral gaan focussen op 2019 en 2020. Het aantal trades dat werd gedaan in 2020 is wel flink gestegen en dat is ook goed, want dat is eigenlijk ook het verdienmodel van eToro. En we zien ook dat de kosten om klanten binnen te halen telkens daalt, van $52 in 2019 naar $41 in 2020... Kijken dan vervolgens naar de mogelijkheden zoals zij het noemen. Te beginnen met een groot en groeiende TAM, oftewel Total Addressable Market. En ik noemde het eerder al in een video. TAM is ook weer echt zo'n term die heel erg hot is, die heel erg populair is. Wat het eigenlijk weergeeft is dat het de totale markt is waar het bedrijf zich op richt. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om het marktaandeel dat je als bedrijf zijnde hebt in die markt. En niet per se om de hele markt op zich. Maar kijken we dus naar die markt van eToro, dan zien we wel dat het een hele grote markt is en dat deze ook groeiende is. Ten eerste natuurlijk omdat er steeds meer mensen beginnen met beleggen. Die worden natuurlijk wel geholpen door de lage rente op hun spaargeld, dus dat is niet interessant. Dus je zoekt naar een alternatief voor spaargeld, kom je automatisch al vrij snel bij beleggen uit. En natuurlijk wordt het ook steeds makkelijker om zelf te gaan beleggen. Maar ook crypto wordt belangrijker. Dit is ook iets wat ik vaker besproken heb op dit kanaal. En de reden waarom ik nu elke maand ook een video daarover maak. Steeds meer mensen en bedrijven stappen in crypto. En aangezien eToro het aanbiedt, kunnen zij daar natuurlijk ook van profiteren. Op dit moment niet in Nederland of misschien zelfs niet in Europa. Omdat ze daar nu niet de juiste vergunningen voor hebben. Maar als het zo belangrijk voor ze is, neem ik aan dat ze er wel mee bezig zijn. En dat dat binnenkort wel weer geregeld wordt. Kijken we dan verder naar het product van eToro. Ten eerste de app en de website. Die allebei erg goed werken en ook overzichtelijk zijn, vind ik. CopyTrader dus, waardoor je eenvoudig andere beleggers kunt volgen en aankopen die zij doen, die doe jij dan ook automatisch. Volgens mij betaal je daar wel een klein percentage voor, waar weer een gedeelte van de vergoeding naar die belegger gaat die jij eigenlijk volgt. We hebben smart portfolio's, of als je wilt investeren in een bepaalde sector, een bepaald idee of innovatie, dat je eigenlijk gewoon meteen een groepje van aandelen koopt die daar rondom dat idee, sector of innovatie zitten. En in 2021 willen ze aandelen en copy trading gaan introduceren in Amerika. Nou, dat is dus de reden dat de VS nog maar 8% van het aantal klanten vertegenwoordigde. En dit biedt denk ik ook heel veel kansen voor het bedrijf van eToro. Amerika is gewoon een heel erg grote markt. En aanbieders zoals Robinhood zijn iets minder gewild sinds het gedoe rondom GameStop. Dus ik denk ook dat beleggers vooral misschien wel op zoek zijn naar een nieuwe broker. Kijken we dan naar de business overview van hoe verdient eToro eigenlijk hun geld. Nou, 87% komt vanuit trading, want het is dan misschien wel zo dat je zonder commissie kunt traden. Ze werken wel met een spread tussen de koop- en de verkoopprijzen, dus daar pakken ze wel een gedeelte van hun omzet en dus winst. Maar denk ook aan kosten rondom grondstoffen of CFD's. 7% komt uit rente en 6% komt via valuta en andere zaken. En kijken we nou naar de verdere verdeling, vooral bij trading,
In 2017 zagen we dat crypto heel erg belangrijk was voor die omzet. Wat logisch is, want de hype die was toen op dat moment echt wel op een hoogtepunt. In 2020 zien we dat dat gedaald is van 63% naar 16% van de omzet. Nu zijn het aandelen die goed zijn voor 44%, gevolgd door grondstoffen met 32% en valuta met 8%. En dat is op zich ook best wel logisch, want bij heel veel andere brokers kun je niet of zeker niet zo makkelijk in valuta en in grondstoffen handelen. En dat is misschien wel een van de pluspunten van eToro. Kijken we dan naar de winst- en verliesrekening de afgelopen 5 jaar, dan zien we dat de omzet stijgt van 60 miljoen in 2016 naar nu dus 605 miljoen in 2020. En de winst stijgt in die jaren van min 8 naar uiteindelijk plus 95 miljoen. En dan ook de toekomstverwachtingen. Nou, geld dat ze nu investeren aan marketing moet voor omzet zorgen in de toekomst. Ze denken dat de bijna 400 miljoen die ze nu aan marketing gaan besteden terug te kunnen verdienen binnen 6 maanden. En dat moet dan zorgen over 5 jaar voor een omzet van 1,6 miljard. Ook het aantal accounts dat geld gestort heeft zien ze groeien met zo'n 30-38% in de komende jaren. Wat me vrij reëel lijkt, aangezien ze al heel veel accounts hebben die misschien wel makkelijk om kunnen zetten naar mensen die geld storten. En ze zich natuurlijk gaan richten op Amerika en op die manier ook heel veel nieuwe klanten zullen krijgen. En daarmee zal natuurlijk ook de omzet gaan groeien. Ook met zo'n 30% per jaar verwachten ze naar uiteindelijk zo'n 2,5 miljard omzet in 2025. En dat zorgt voor andere cijfers op de winst- en verliesrekening in de verwachting voor de komende 5 jaar. Want ze hopen hiermee uiteindelijk te groeien naar 700 miljoen dollar winst. EBITDA winst, maar nog altijd 7 keer meer dan wat het nu is. Kijken we dan naar de waardering, want we zagen eerder al een waardering. Maar hier zien we hoe zich dat eigenlijk verhoudt met concurrenten. En dat ziet er interessant uit, omdat het ten eerste lager gewaardeerd is dan concurrenten of bedrijven die ook als fintech worden gezien. Maar het is ook wel zo dat misschien de anderen juist hoog gewaardeerd zijn op dit moment. En ja, dit is natuurlijk een presentatie vanuit eToro zelf. En eToro moet zich ook nog eigenlijk gaan bewijzen de komende tijd. En tenslotte hebben we ook nog de risico's. Want je ziet bij bedrijven die naar de beurs gaan, dat er heel veel positieve dingen te melden zijn. Maar zeker ook negatieve dingen worden vermeld die mogelijk kunnen opspelen. Nou, bij eToro zijn dat 12 pagina's die ze daarmee hebben. Dat is altijd interessant om te lezen. Ook om vooral per punt eigenlijk zelf een inschatting te maken hoe jij het risico inschat. Ik heb een paar van deze risico's eruit gehaald omdat ze mij opvielen, omdat ik die graag even wil delen. Te beginnen met de eerste. Resultaten zijn sterk afhankelijk van de markt. Of mensen veel of juist weinig beleggen of traden. Ja, dat lijkt me logisch, want je weet niet wat de markt gaat doen. En je bent afhankelijk, als je winst daaruit komt uit die trades, of er veel getraden wordt. Een klein risico, tenminste, het kan een groot risico zijn. Maar dit is denk ik een heel erg logisch iets, maar ook dat moet dus gewoon vermeld worden. Een tweede risico is bijvoorbeeld sterke groei in klanten is positief, maar dan moet het systeem het wel aankunnen. Nou, we zien dat hier meer brokers eigenlijk last van hebben op momenten dat beurzen openen de laatste maanden. Dat er gewoon heel erg druk is, dat heel veel mensen willen kopen of juist willen verkopen. En dat hun systemen dan niet op zijn voorbereid. Dus heel veel klanten hebben is goed, maar je moet ze ook eigenlijk allemaal op hetzelfde moment op je platform kunnen hebben. Maar als je geld hebt, kun je hier dus in investeren om het probleem op te lossen. We zien ook nog een risico wat betreft de kosten en dus eigenlijk wat dat de omzet is voor eToro. Want het zou zo kunnen zijn dat in de toekomst kosten moeten veranderen omdat de markt verandert en zij dus mee moeten gaan. Oftewel, als er een sterkere concurrentie is, zorgt dat voor lagere marges en dus voor lagere winst en omzetten ook voor eToro. En zo staan er nog heel veel andere risico's in. Soms heel serieus, maar ook heel vaak omdat ze logische kleine risico's zijn die eigenlijk ieder beursgenoteerd bedrijf al heeft. Maar die ze dus wel moeten vermelden. Maar zeker wel iets om naar te kijken dus. En dan komen we dus eigenlijk bij de vraag van, is het verstandig om eToro te kopen? Of is het interessant om eToro te kopen? Nou, op dit moment is het eigenlijk, de informatie die we hebben komt van één bron. En die bron is het bedrijf zelf. Dus ik ben eigenlijk nog een beetje aan het wachten tot er meer analisten hierover iets schrijven. Meer nieuwsberichten overkomen. Zodat ik eigenlijk een beter beeld krijg. Of misschien wel juist vanuit de reacties van jullie onder deze video. Zodat ik gewoon niet alleen van één bron afhankelijk ben, maar eigenlijk meerdere bronnen dus. Is het altijd beter om dan pas echt een oordeel en een beslissing te nemen. Maar ik denk zeker dat het een interessant bedrijf is. Natuurlijk omdat het volgend jaar, of eigenlijk dit jaar al, zo moet ik het zeggen, naar Amerika wil uitbreiden. Dat is gewoon een heel grote markt waar ze heel veel nieuwe gebruikers kunnen bereiken. Het is gewoon zo dat beleggen heel erg
populair is. Het zal ook de komende jaren zo blijven. Niet alleen beleggen in aandelen, maar zeker ook beleggen in crypto. Allebei dingen die eToro ook aanbiedt. En ze hebben op dit moment gewoon een uniek platform. Juist dat social trading, waarbij eigenlijk de kennis wordt gedeeld met de mensen op het platform. Dus we worden er allemaal beter van. Dat is ook een idee achter mijn kanaal, achter mijn website en zo. Dus dat is op zich wel uniek. Dat wil niet zeggen dat het niet na te maken is door concurrentie. Maar op dit moment is er, volgens ver ik weet, geen concurrent die het ook aanbiedt. Dus dat zijn allemaal dingen die het wel interessant maken om het in de gaten te houden. Maar misschien nog niet interessant genoeg is of niet definitief genoeg is. Voor mij in ieder geval om nu al een beslissing op te nemen. Mocht je dat wel willen, mocht je ook in de toekomst het aandeel willen kopen. Het aandeel is al te koop via eToro zelf of via de Giro onder het tickersymbool FTCV. En zoals gezegd, een link naar beide brokers vind je onder deze video terug. En laat ook onder deze video weten wat jij denkt van eToro. Misschien niet zozeer als het platform, maar meer als het aandeel eToro. Dus vind je het interessant om hierin te beleggen? Of zie jij bepaalde risico's of kansen die we nog niet genoemd hebben? Laat dat eens vooral weten in de reacties onder deze video, zoals gezegd. Op die manier kunnen we ook elkaar helpen en worden we waarschijnlijk allemaal beter van. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video en wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien? Zorg dan dat je geabonneerd bent op het kanaal. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.